Yo mensen, Jaroski hier, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Assassin's Creed Mirage. We gaan weer verder waar we gebleven waren, want de vorige keer hebben we de locatie ontvangen van Ali. Want hij bevindt zich namelijk in de Damascus Gate Prison. En dit is een van de best beveiligde locaties in heel Bagdad. En om hem te bevrijden moeten we onszelf dus wel heel goed gaan voorbereiden. Maar voordat we gaan afspreken met Fulat, ga ik eerst even deze uitkijktoren synchroniseren, zodat we een klein beetje meer overzicht krijgen over het gebied waar we nu in rondlopen. Want we zijn namelijk nog niet eerder in dit gebied geweest. Maar dan moeten we eerst kijken waar we naar boven kunnen komen. Want ik denk dat ik via hier en dan via het touw helemaal tot de top moet klimmen. Maar heb je er nu weer zin in? Ram dan natuurlijk kijken, dat blijkt hem straks super gaaf vinden. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van alle nieuwe afleveringen. En zo'n toren beklimmen is nooit zonder risico. Maar het is altijd lastig zien wat nou de route naar boven is. Maar ik zie de duiven al wegvliegen. Want wij hebben de top bereikt. En omdat we hem nu synchroniseren, zien we ook alle verschillende locaties in dit gebied. Want wij moeten namelijk even langs een kleermaker om onze gear te gaan upgraden. Want hoe sterker onze gear is, hoe sterker onze wapens zijn, hoe meer damage we kunnen doen. Dus op deze manier is de map geüpdate en zie ik dat er hier een kleermaker zit. Nog heel even snel deze persoon pickpocketen. Niemand die het ziet. Alles is onder controle en dankjewel voor je 8 munten. Alles is welkom, we zijn niet voor niets een assassin, dus dat soort dingen kunnen we ook doen. Peace, friend. Maar hier moeten we zijn. Nice to see you. Laten we eens even kijken. Few shop items. Allow me to browse your stock. Hiervoor hebben we helaas alleen nog een enigma nodig, die hebben we nog niet gevonden. Maar waar? Will that be all? Ja, want ik wil namelijk mijn wapens upgraden. Maar bij hem kan ik alleen mijn outfit upgraden. Nu zit er hier ook een blacksmith aan de andere kant. Dus daar... Hello. Zullen we vast en zeker onze wapens kunnen upgraden. Want dat is waar we voor komen namelijk. Here's what I've got. Ja, hiervoor kwamen we. Kijk, dit is wat we willen zien. Want de Dagger of Time, die kan ik upgraden. Dus op die manier gaat de damage omhoog en is hij nu tier nummer 2. Kijk hem eens blinken, joh. Hoehoe! We hebben wel een goede wapens hoor. En ik heb zelfs genoeg materialen om onze sensword ook te upgraden. Dus die is nu ook tier 2. Weet je, op die manier worden ze sterker en sterker. Ik heb helaas niet meer genoeg materialen om ze nog een keer te upgraden. Maar dit is alles wat ik voor nu nodig heb. Farewell, sir. Hey, dankjewel mevrouw. I appreciate it. En dan gaan we nu zo snel mogelijk 120 meter naar het noorden. Want daar moet, als het goed is, Fulat op ons staan te wachten. Ik weet niet wat hij wil bespreken, maar hij zei dat hij alvast vooruit ging zieken om te kijken hoe we de gevangenis in kunnen komen of wat het plan gaat worden. Dus ik hoop dat hij dat ook al heeft gedaan. En ja, hij zit al op het dak. Oké, perfect. Ik zag hem in de verte al zitten. Misschien dat we hem een beetje lang hebben laten wachten, maar... Dit waren toch echt upgrades die nodig waren. En oei, dit is gewoon echt een fort. As cruel and unforgiving as I remember. You were once imprisoned here. Oh no, I have never been inside. In fact, I have never stood closer than this very place. Oh. It was from here that I would fly my kite high over these prison walls. It had a unique pattern, you see. One I stitched together with my father when I was just a boy. So here I came day after day, hoping for a gust that would take it high enough so that he would see it and know that I was here. I do not know if he ever did. Fast well. I know this pain, and I am sorry for yours. I am not. Such pains forge our paths, remind us of who we are, who we can be. Speaking of paths, I see only one, and it is not inviting. Nee. No,
We need to find a way to get you inside without being seen. Could this help? Where did you get that? Beshi. He told me these tokens command a high value among the common folk. Indeed. You could perhaps bribe the guards to look the other way. Oh! Or enlist the help of some merchants. I shall see what flavor best suits me. Wij hebben twee plannen die we kunnen uitvoeren. En het is dus zo dat Fulat zijn vader gevangen zat en dat hij een vlieger over de gevangenis liet vliegen in de hoop dat zijn vader het zag en dat zijn zoon, ofwel Fulat, dus aan hem dacht. Maar Ali moeten we gaan bevrijden. En nu zouden wij de wachters kunnen omkopen, maar ik denk dat dat niet gaat werken. Dus wat we ook kunnen doen, is we kunnen soldaten van Beshi gaan inhuren die voor ons voor afleiding zorgen. Op de kaart zie ik dat we links een optie hebben en rechts een optie hebben. Dus laten we gewoon even spotten wat we daarmee kunnen doen, want... Are you men with Ali? We were. Oh. But it has been weeks since we have seen him, and the rebels have all but disbanded. That is only temporary. Ali is being held in this prison. Ali? Here? Yeah. I feared him dead. I will free him, but I need your help to get me inside. And who are you? We want nothing more than to see our leader return, but how do I know you can be trusted? Wij hebben de munt, dus ik ga een munt van Beshi aan hem geven. He told me I could exchange this token for your help. What say you? If he gave you this, he must hold you in high regard. We will take care of the guards. Kijk. Watch closely, then make your move. Zij gaan nu de wachters aanvallen. En wij moeten op een gepaste afstand toekijken en wachten tot alle wachters zijn uitgeschakeld, zodat wij dus ongezien naar binnen kunnen sneaken. Dus ik ga hier even op de muur staan. Laat hun het werk maar oplossen. Want ja, er staan er wel een paar op jullie te wachten, jongens. Ik zeg, doe jullie ding. En ik ga puur toekijken hoe ze dit gevecht makkelijk gaan winnen. Oh. Wacht, misschien moet ik ze wel een beetje helpen. Want er komen er zo te zien meer. Ik weet niet of ze dit hadden verwacht, dat er nog meer aankwamen. Ik heb jullie geholpen. Jullie mogen het verder zelf oplossen. Kijk, ze vechten, joh. Alsjeblieft, jongens. Oh, nu kom je achter mij aan. Ah, joh, ik hoor helemaal niet bij dit gevecht, joh. Dat was niet handig van je vriend. Als je mij wil aanvallen, dan kan je hem krijgen ook. Dat is wat er van komt als je mij aanvalt. Goed gedaan, jongens. Want nu kunnen wij naar binnen sneaken. Ali is somewhere in this forsaken place. Better get to searching. Nice to feel useful. And we are useful here. En ik hoor ze boven me praten, maar oh, dit ziet er niet goed uit. Links loopt het dood. En rechts kunnen we nog verder, maar we moeten dit niet te snel doen. Gewoon één voor één op ons pad. De soldaten uitschakelen. En nu zou ik ook langs ze kunnen sneaken. Ik zou ze kunnen laten leven. Maar het hele ding is dan dat ze achter ons aan kunnen komen. Dat we het niet verwachten als ze in één keer naast ons staan. Dus dat willen we ook niet hebben. Deze barricade kunnen we verwijderen. Dan kunnen wij de deur openen. En dan is dit wel een probleem. Er staan er twee achter elkaar. He's getting older. What? Hold on. Ik kan die niet ontwijken. Ik hoop niet dat iemand dit heeft gehoord, want dan hebben we een probleem. Maar op deze manier zijn ze uitgeschakeld. Oké, die deur is gebarricadeerd. En deze zitten allemaal op slot. En ik kan je ook zeggen, dit was niet helemaal de bedoeling. Ali has been taken somewhere beneath the prison. And likely tortured.
En I need to hurry. Hij zit blijkbaar ergens. Oh, hallo. Hij zit blijkbaar ergens onder de gevangenis. Oké, ik roep hem heel even naar me toe. Dan kan ik namelijk achter dit muurtje uitschakelen. En meteen ook mee het hoekje opnemen. Heel eventjes ervoor zorgen dat we een beetje door de muur heen kunnen kijken. Want ik weet dus ook niet waar wij naartoe moeten. Oh, hij gaat 100% zeker dat lichaam zien. Ja, zie je dat? Dat was te verwachten, maar laat hem maar komen, laat hem maar komen. Hij zal het lichaam gaan onderzoeken. Hij zal niet meteen alarm gaan slaan. En op die manier is ook hij uitgeschakeld. Oké, dit ging perfect. Het ging perfect, maar... Ojojoj, dat scheelde niet veel. Dat is een hele sterke Zarsiet. Maar hij hoort niet mijn fluiten, omdat de gevangenen naast ons ook nog aan het praten zijn. Maar ik kan nu wel doorlopen. En ik denk dat het beste is om hem te laten leven. Want als ik hem tussen de gevangenen vermoord, dan gaan natuurlijk ze allemaal schreeuwen, geluid maken en helemaal gek doen. Ik heb gefloten, want ik moet die kant op. En die ander gaat nu 100% zeker zien. En ik hoop dus dat hij geen alarm gaat slaan, want dan is er... Wow! Niks aan het handje. Zware aanval is hij uitschakeld. Dank u wel. Dan maar even op die manier, hoor. Het was even niet anders. Het is wel slim van ze, want ze staan dus heel de tijd met z'n tweeën bij elkaar. Maar ja, één stil uitschakelen, dat is makkelijk. Maar twee, dat wordt moeilijk. Hey, kan jij even hier naartoe komen alsjeblieft? Er hangt een doek voor. Dus de soldaten erachter, die kunnen dit helemaal niet zien. En dat is voor ons uitstekend. Kijk, zie, ze zijn aan het zoeken, maar er hangt dus een doek voor hun. Hij gaat nu door het doek heen. En dan komt hij op die manier deze kant op lopen. Dan kunnen we hem ook uitschakelen. Die andere gaat alweer op zijn krukje zitten. Omdat hij denkt dat er niks aan het handje is. Maar wat hij niet weet, is dat wij gewoon naast hem staan. En ik denk ook niet dat dit Ali is, want we zitten nog niet onder de gevangenis. Misschien dat deze persoon wel meer weet, maar dan moet ik eerst even zorgen dat echt het helemaal veilig hier is. Daarvoor moet ik ook hem uitschakelen. En dan kunnen we heel even vragen wie dit is en of die iets weet. Who did this to you? The jailer. Where is he? With another. Beneath us. Zie je, onder ons. Death will come for him soon. He may be speaking of Ali. I pray I am not too late. Ik hoop niet dat we te laat zijn, maar de routes die ik nu nog kan volgen gaan allemaal naar boven. Dus ik weet niet of er hier, oh ja zeker, nog een route naar boven zit. I never thought demons could walk the earth. But that man is evil. Do not lose hope. That is what the jailer wants. He wants to break us. Oh, he already has. Huh? Ik moet heel even snel te werk gaan. Want ik wil echt niet te laat zijn. Kunnen wij deze openmaken? Nee, daarvoor hebben we allemaal een sleutel nodig. Want op al die cellen zit een slot. En ik moet ook even opletten, want we hebben geen trooiknijf meer. Oeh, hallo jongens. Blijven jullie maar gewoon met elkaar praten, er is niks te zien hier. Deze deur is ook gebarricadeerd, maar waar leidt dit naartoe? Oeh, yo. Die had ik dus niet gezien, hè? Dat scheelde echt heel weinig. Er ligt een briefje.
En nog wat muntjes naast. En dit ziet er niet goed uit. Ze hebben het ook over een jailer. Ik verwacht dat het een hele sterke vijand is, maar... Ik hoor ze daar aan de zijkant praten. Alleen deze deur die zit op slot, dus om daar te komen hebben we eerst een sleutel nodig. Maar waar gaan we die kunnen vinden? Ik neem wel alle spulletjes mee die ik kan. Maar misschien als wij helemaal omlopen... ...dat we er ook komen. This must be Hani. Ja. We zijn op de goede plek. Dus wat wij doen... ...is we schakelen hem uit. We zijn... Op tijd bij Ali gekomen. And you are? Basim, friend to Noor. Let us save the details for another time. We need to get you out of here. Slow yourself, ya Azizi. We cannot leave, not yet. I need to get into the guards' quarters. What for? It is Al-Ghul you are after, is it not? Correct. The guards of this prison serve him. They take shifts escorting groups of prisoners to dig sites under the cover of night. If we can find their orders, we may know where Al-Ghul is going next. Is that reason enough? Stay close to me, stay low, and do not... Oh, come, Basim, I know how to defend myself. Really? What with? Hij neemt gewoon zijn zwaard mee, inderdaad. Hij is niet heel vriendelijk, maar hij weet dat wij achter Al-Ghul aan zitten, dus ja. Because I must know. Just how did you make it down here? Hij weet ook wat we willen. I sucked in my belly and wiggled through the crack. Take it as a compliment. I know your kind like to frolic in the dark, but even the world's greatest thief must be fear of this prison. Ali, one day I will tell you all about my past. Then you will understand. Such a... Hij vraagt wat informatie op, maar ik denk dat we nu ons kopje er even bij moeten houden, als ik heel eerlijk ben. En nu is het helemaal fijn, want ik heb natuurlijk alle wachters uitgeschakeld. Stel, we kunnen hier gewoon vrij rondlopen. Ik moet alleen even zoeken waar we ook weer vandaan kwamen. Want hier moeten we weer naar boven. En dan moeten we, als we die hele route terug hebben gelopen, moeten we erachter komen waar de guards quarters zitten. Oftewel het hoofdkwartier van de wachters. En ik denk dat we zijn gespot. Is Ali gespot? Oh! Hallo jongens, kom maar even naar boven toe als je het niet erg vindt. Zo, wat een gekke joh. Dat was een goede aanval. Ik weet niet wie ze hebben gezien, maar we zijn in ieder geval gespot. Dat was niet slim van je vriend. Makkelijk uitgeschakeld. Want de trapvecht is zo vervelend, hè. Dus ik laat ze gewoon heel even naar boven komen. Het gaat je niet zomaar lukken om aan te vallen, vriend. Alsjeblieft. En... Ik heb zo'n gevoel dat ze achter ons aan zitten. Waar is die nou op zoek? Schiet op, schiet op, schiet op, schiet op. I heard you. Over there, by the arbor. Hurry. I have it. Take it to Roshan, my master. She is with your rebels at the Watermill stronghold. I will slow the guards. Now go! Yeah. Dit wordt vechten. We gaan Ali heel even wat tijd gunnen. Dat hij gewoon een voorsprong heeft. Alleen... Oh nee, ze gaan volgens mij de bel. Ja, ze rinkelen de bel. Oké, dit is een probleem. We hebben ook geen stamina meer. We moeten echt even ervoor zorgen dat als we een upgrade doen, dat we onze stamina upgraden. Want ik moet hier weg. Als ik deze twee heb uitschakeld, ren ik naar buiten en dan rennen we zo snel mogelijk die gevangenis uit. Want kijk, nu komen ze allemaal naar binnen. Ga ik hier nog wel uit kunnen komen? Aan de kant! Laat me er langs! Ja, dankjewel. We zijn buiten! Maar er staan er hier echt te veel. Ik moet gaan rennen. Er is niks dat we kunnen doen nu. Ik moet hier gewoon weg zien te komen. Oh, dit is te veel!
Ik, dit krijg je als je iemand probeert te redden. Je krijgt alle wachters achter je aan. Dit is iets te ver naar beneden. Ik moet rustig via de muur naar beneden, want anders vallen we dood. Laat je me los, laat je me los maar zien. Over het muurtje. Hier erlangs. En nu moeten we ervoor zorgen dat ze ons niet achtervolgen. En zorgen dat we ergens dekking kunnen zoeken. Zodat ze ons dus ook kwijtraken. We hebben nu ook twee barretjes rechts onder in ons scherm gevuld. Dus als we een poos van onszelf tegenkomen, dan moeten we die wel van de muur afscheuren. Dit is heel erg fijn, want met het voltooien van deze missie hebben we nog twee extra skillpunten gekregen. En hebben we er nu vier om in totaal uit te geven. Dus als allereerste ga ik voor de Pathfinder skill. Wat inhoudt dat Enkidu ook kisten en alle andere waardevolle items of geheime ingangen kan gaan spotten. Dus we kunnen onze vogel beter en beter gaan gebruiken. Automatisch ga ik ook voor de kickback, want die hebben we al doorcheckt. En die is redelijk fijn om vrij te spelen. En ik ga ook nog voor de elixir pocket, zodat we een extra elixir kunnen meenemen. Oftewel een extra heal potion. Zodat als we geraakt zijn, wat dus net best wel vaak gebeurd is, dat we onszelf kunnen gaan healen. Maar ik moet even op zoek naar wanted posters. Want als we die niet vinden, dan komen alle wachters achter ons aan. Dus deze trek ik naar beneden. En dan hoop ik er nog meer te vinden. Want dit is namelijk niet fijn. Daar moet er hier nog een hangen. Is dit er een? Of hangt die boven? Nee. Hier. Die is ook naar beneden. En dan in dit gebied moet ik op zoek gaan naar nog één laatste poster. Als ik het zo zie, dan moet er hier nog ergens één hangen. En ja, dat is de laatste. En dat klinkt als een plan. Laten we gewoon heel snel terugkeren naar Ali. Kijken wat hij nog meer allemaal te vertellen heeft. En ook kijken of hij überhaupt levend uit de gevangenis is ontsnapt. Want voor ons was het al aan de moeilijke kant. Ik roep heel even onze kameel op. Want wij moeten namelijk de stad verlaten en naar een watermolen om te regroupen. Dus dat is redelijk ver, 300 meter buiten de stad. En je ziet ook dat hier alle boerenvelden zijn, want hier halen ze hun eten vandaan en leveren echt hele, hele oude arme mensen. En daar zie ik een watermolen. Dat is een van de andere headquarters. Ik zie ook nog een extra uitkijkpunt. Now where is Ali? All credit where it is due. For this man came to my aid at my We komen op het perfecte hour. Moment. And from what I have heard, I am not the only one. I will pay a great tribute to you in a chronicle of our exploits. But we must first write the end of it. Come. I see you two have met. Only briefly, but the night is young and there is much to discuss. About what you can procure for me. Our means are limited, but rest assured I will listen to your needs, Ali. Later. Share what you know about Al-Ghul, so that Bassem may do what he's come here to do. Yes. Your affairs before mine. But just this once. Al-Ghul sends orders to the prison guards detailing where to dig around Baghdad. But it's not just prisoners he's using. There is a promissory note for workers here. It looks like Al-Ghul arranges to purchase migrant laborers as well. Oh! Who in Baghdad could make these sorts of arrangements without raising suspicion? There is but one man, Mas'ud al-Yaqub. He runs Baghdad's soap mills. Finds paying work for foreign settlers, most of them Persian. So he forces these laborers into working his dig sites, all under the guise of providing them with a livelihood. Beshi! Waar komt Beshi vandaan dan? He tracked down one of Al-Ghul's dig sites, posed as a prisoner. What happened? The search
turned up nothing. But that did not stop the guards from trying to silence us. I cracked one skull and fled. I doubt the others were as lucky. A foolish thing to do with nothing to show for it. Not nothing. Al-Ghul will be at the Caravanserai. I overheard the guards talking. Of course. Merchants from all over stop there to rest. If Mas'ud is buying migrant workers, it is likely the Caravanserai is where he conducts his affairs. What does he look like? He is a large man. Ja. Favors adornments like jewels and silks from the east. Kijk, daar hebben we wel wat aan. It is time, Basim. What is your plan? That will be for Basim to decide. Basim? Alone? No. Let me gather some men. And allow for foolish spectacle. Your day to display your prowess will come. But this day belongs to Basim. Consider it part of our agreement. Basim? Dit is precies waarvoor we zijn opgeleid. Dit is precies wat wij willen doen. Dus ik ben er ook klaar voor. I am ready. Then walk with me. Come, Basim. Ik volg je. Ze zal nog wat extra uitleg gaan geven. Nu is het dus zo dat Bessie als undercover gevangenen was gaan werken op de landen, maar ze hebben dus alle gevangenen vermoord. En hij is maar net levend daaruit gekomen, maar hij weet wel waar Al-Ghul naartoe gaat. Dus we zitten nu echt alleen maar achter Al-Ghul aan. En we gaan te paard. Een van hun member is binnen onze reach, Basim. En zoals die die voren en die die nog te komen, Al-Ghul's dood zal juist zijn. This is a man who preys off the desperate and the disenfranchised. And such atrocities will only continue. For Al-Ghul is but a cog in a larger wheel. One that spins destructively. So long as it does, we hidden ones will make it our mission to slow it to a stop. Today, you will lend your hand, your blade, to that very mission. And while Al-Ghul is your first target, he will not be your last. Dat denk ik ook niet, nee. And in you, through all my stoicism, my harsh lessons, know that you have impressed me, Basim. The Order's presence in Baghdad and beyond rests on shifting sands, so long as you remain at the tip of our spear. And that is where I intend to remain. Beholden to your guidance, Master. Heeft ons hier naartoe geleid. Merchants, livestock, caravans from all walks. And I thought Anbar's markets were disorderly. Where there is disorder, there is chaos. And chaos can bring opportunity. See what avenues present themselves. Be reactive, but patient. And trust your instincts. That is Mas'ud, on the balcony, just as Ali described. I see him. Go now. Wet it with the blood of the slain. I will find you when it is over. Dit gaat onze eerste assassination worden op een van de members van de orde en is dus uiterst belangrijk. Maar voordat we hier aan gaan beginnen, ga ik deze aflevering afsluiten. Dus mocht jullie hebben genoten, ram dan natuurlijk uit en blijf hem straks super gaaf vinden. We zijn morgen meteen weer terug met een nieuwe aflevering. Zoals altijd en elke keer weer opnieuw. Hopelijk ook weer. Tot de volgende keer. Bye bye mensen.